Hallo allemaal, hier ben ik weer. Ja, deze week hebben we echt van alles gedaan. We hebben zelfs in het Antwerps gezongen. In het echt Antwerps. Een goeie morgen in straat. Graag rond op de volant. In hier zink ik door een grietje. Dus ik zei ik, hallo, hoe is het? Alles goed mee aan. Moet ik kijk zo normaal. Van waar kreeg je aan? Die griet is zei maar. Ik ben neef in de stad, ik loop hier wat verloren. En ze spreken hier plat. En ons gaat natuurlijk daar. Ik weet dat het een goede week was als Dimitri Bontink erin betrokken was. En dat was ook deze week. Het was iets met Dimitri Bontink en Leslie en Poppa. Ja, raar. Allebei wereldsterren, weet je? Ja, dus weer twee wereldsterren. Wat denk je? kan het iets worden, denk je? Nee, ik heb een nee gehoord. Nee, maar ja, kun je die vraag ernstig nemen, denk je? Ja, ik ken die mens natuurlijk niet, hè. Nee. Dus ik weet niet in hoeverre dat ik dat wel serieus moet nemen, of niet natuurlijk. Je weet dat een keigoeie week was als Peter van de Veire is beginnen zingen uit het niks. Waarom lach je? Omdat je... Nee, niet. Niets. Kan... Waarom lach je? Nee, waarom lach ik? Waarom lach je met mij? Waarom lach je met mij? Oh. Waarom lach je met mij? Waarom lach je? Waarom lach je? Waarom lach je met mij? Waarom lach je met mij? Ik ben toch niet om te lachen. Zo is het misschien erover eigenlijk. Dat was echt supergoed, man. Ik was echt aan het genieten. Goedemorgen. En ik heb onder een trial biker gelegen. Je moet eens kijken. Zet zijn fiets klaar. Je moet het bekijken. Het is, ja, het gaat er snel al, man. Het is de bom. Eén ding. Hoeft je knieën omhoog doen? Niks raakt voorlopig. Moet je benen goed doen, hè. En de armen zo laten liggen. Wat gaat hij doen? En vanaf volgende week is het de Fan 500. Dat is een lijst van de artiesten waarvan jullie fan zijn. En je kunt daar ook tickets mee winnen vanaf maandag. Van One Direction, van 5 Seconds of Summer, van Ariana Grande. Van mij en van Peter, van echt iedereen dus. Van de beste artiesten waar jullie fan van zijn. Ciaokes, baakjes en tot maandag. Ik ben gewoon fan van mezelf. En we weten allemaal dat Beyoncé gaat winnen. Dat is het enige dat ik zeg. Toch. Ja. Ça va, hè? Jij weet dat ook, hè? Jij weet dat ook, ja.